Oké, gaan we verder met het tweede deel van die proeftentamen. In een vat bevindt zich een afgesloten hoeveelheid gas. Dat bevindt zich hier. Het vat is cilindervormig. Het gas wordt afgesloten door een zuiger, dat is deze, die zonder wrijving kan bewegen. Dus hier is het gas, dit is de zuiger, die kan bewegen. Hier zit een verwarmingsspiraal, dus het kan energie worden toegevoegd. In het cilindervormig vat is een gloeispiraal aangebracht waarmee de temperatuur van het gas kan worden behoogd. Zie figuur 3. Oké. Op tijdstip T is 0 wordt de schakelaar D gesloten. Oké, daar. Dus dan gaat de stroom lopen en wordt het gas dus verwarmd. In figuur 4 zijn twee lijnen, 1 en 2 aangegeven. Lijn 1 geeft door de groeispiraal ontwikkelde vermogen aan als functie van de tijd. De weerstand van de groeispiraal is 2,1 ohm. Oké, dus hij geeft continu 0,13 watt af. Oké. Bepaalde stroom stijgt in de groeispiraal. Oké, dat doe je. Je weet dus dat het nog 13 watt is. Je weet dat zijn weerstand 2,1 ohm is. Er is er geen formule waarin vermogen en weerstand allebei zitten. Dus die moet je maken. En dat doe je combineren van vermogen is spanning maal stroomsterkte. Waarbij die spanning, dan weet je van, oh, die is gelijk aan stroomsterkte maal R. Dus op deze plaats van die U vul je I maal R in. Dan krijg je dus P is I maal R maal I. Hier zie je dat, hè? P is U maal I is I maal R maal I. Oftewel I kwadraat maal R. Oké. P is dus I kwadraat maal R. I kwadraat is dan P gedeeld door R. En die weet je allebei. 0,13 en 2,1. En zo. 0,00619 ampère in het kwadraat. Maar je wilt dus niet ampère in het kwadraat hebben. Soms, dus je moet toch de wortel uithalen. Nou, dat gebeurt hier. Hou hier de wortel uit. En dan vind je 0,25 ampère. Oké. En lijn 2 geeft het vermogen aan dat het gas in de vorm van inwendige energie netto opneemt als functie van de tijd. Leg uit waarom lijn 2 eerst daalt en na enige tijd samenvalt met de lijn en gebruik de formule bij je uitleg. Nou, de formule is, vermogen is lambda maal A maal delta T gedeeld door D. Nou, die lambda die blijft natuurlijk gelijk, die A blijft ook gelijk, die D blijft, het enige wat verschil is delta T. Nou, wat is hier aan de hand? Als je nou gaat kijken, dan is het opgenomen vermogen natuurlijk constant, maar dit is het netto opgenomen vermogen. Dat is dus het verschil tussen het opgenomen vermogen en het vermogen wat je afgeeft. Als je nou gaat kijken, in de tijd, het gas wordt verwarmd, dus de temperatuur van de gas zal toenemen. En dan betekent dus dat hier is, geeft u nog niks af, hij neemt alleen maar energie op, maar hij geeft nog niks af. Dus vandaar dat hij het opnemen vermogen en het netto opgenomen vermogen gelijk zijn. Maar hier later is de tijd is er al iets gevallen, is de temperatuur van het gas al iets gestegen. En hier kun je dus zien dat bijvoorbeeld op dit punt hier, dan geeft die, is er net over afgegeven vermogen, maar 0,08 watt. Maar zijn opgenomen vermogen was 0,13. Dus geeft hij 0,05 watt aan energie af. Als de temperatuur nog verder stijgt, bijvoorbeeld tot hier, hè, later in de tijd, dus meer, langer verwarmd, dus de temperatuur is hoger. Hier is het netto opgenomen vermogen nog maar 0,02. Zo, wat opneemt is 0,13, moet hij dus 0,11 watt afgeven bij die hoge temperatuur. En met deze temperatuur is de temperatuur zo hoog genomen dat die 0,13 watt die wordt opgenomen, die wordt ook afgegeven. Dus is een net opgenomen vermogen is dan 0. Nee, vandaar dus die vorm van de grafiek. Ja. Oké. Toon aan bij 12. Dat de interne energie van het gas met 3,2 joules toegenomen. Hier heb je dezelfde grafiek nog een keertje. Dit is een netto opgenomen vermogen, die kromme lijn. Dit is de tijd, dit is het vermogen. Energie is vermogen maal tijd. Dus de oppervlakte onder deze grafiek, dat is het opgenomen, is de opgenomen energie. Oké, dan kun je het beste doen met hokjes tellen. Moet je eerst even kijken wat één hokje is. Dit is 10 seconden maal 0,02 watt. Dus dat is 0,2 joule. Eén hokje is 0,2 joule. Wat maal seconde is joule. Oké, er zijn 10 hele hokjes en er zijn 13 halve hokjes. Dus in totaal is dat 16,5 hele hokjes maal die 0,2 joule. Nou, is 3,24 joule. En dat zit dus inderdaad in de buurt van die 3,3 joule. Dus dat is wel goed wat dat betreft. Nou, de begintemperatuur van het gas was 18 graden Celsius. De eindtemperatuur is 60,2 graden Celsius. De massa van het afgesloten gas is 37 maal 0,4 milligram. Oké. Okay. Bereken de soortelijke warmte van het gebruikte gas. De Q is MC maal M maal delta T. Moet wel even opletten.
Temperatuurverschil is natuurlijk makkelijk. 60,2 min 18 is 42,2. Oké, okay. De massa moet even opletten. Dit is milligram. Dat is dus 37,4 maal 10 tot de min derde gram. Maar gram is weer 10 tot de min derde kilo. Dus het is 37,4 maal 10 tot de min derde maal 10 tot de min derde kilogram. Oftewel 37,4 maal 10 tot de min zesde kilogram. Dat staat hier ook. Ja. Oké, okay. Q is 3. Die is gegeven. Dan hier. Dus dan hou je alleen nog maar over deze C. Nou, dan kunnen we deze met elkaar vermenigvuldigen. 3 die deel je dan door deze. En dan vind je hem. Hier gebeurt het allemaal, hè? Zie je wel? 2,2 maal 10 tot de derde joule per kilogram per Kelvin. Oké. Okay. In een gloeilamp bevindt zich een wolframdraadje. Het draadje met een lengte van 1,2 meter en een cirkelvormige doorsnede is opgewond tot een spiraal. Bij een temperatuur van 20 graden Celsius is de weerstand van het draadje 60 ohm. Bereken dan de diameter van het draadje en druk deze in millimeter uit. Goed, dan moet je eerst dus de formule voor de draadweerstand gebruiken. Dat is R is soort, rho, dat is soortelijke weerstand, niet dichtheid, hè, soortelijke weerstand, maal L gedeeld door A. Nou, die voer je in. R is 60, dat is die. Soortelijke weerstand kun je opzoeken. Het is wolframdraad, dus dat vind je in tabel 9 is dat. 0,192 tot min 6e. Maal de lengte, die is 1,2 meter. En A is dan nog onbekend. Goed. Als je dan een wiskundige oplossing moet je vermenigvuldigen met A, dan wordt het 60 maal A is dus deze maal die. En A is dan deze maal die gedeeld door die 60. Hier staat het, A is 0,192 maal 1,2 gedeeld door die 60. 3,24 maal 10 tot de min 9e vierkante meter. Zijn we klaar? Nee, want we moeten de diameter bepalen. Oké, okay. Oppervlakte is pi maal r kwadraat. Oppervlakte hebben we uitgerekend. Pi is natuurlijk gewoon pi, 3,14, dus je deelt deze waarde. Je deelt je door pi, en wat je dan krijgt, daar haal je de wortel uit. 3,469 maal 10 tot de min, moet ik lezen, de vierde meter, of vijfde meter, kan ik niet goed lezen. En de diameter is dan het dubbele daarvan dan natuurlijk weer, dus moet je deze waarde nog eens een keer verdubbelen. Voor mij staat er 7,0 maal 10 tot de min tweede meter, maar ik kan het niet zo heel goed lezen. Maar goed, dan kun je op je rekening gewoon even narekenen. Dat is niet zo moeilijk. Oké, okay, voor een ander gloeilampje is I als functie van, getekend in figuur 5, spanning horizontaal, stroomzet verticaal. Twee van deze gloeilampjes worden in serie met weerstand R aangesloten op een spanningbandje, figuur 6. Hier is een lampje, weerstand, spanningband, oké. Okay. De bron levert een constante spanning van 14 volt. De spanning over elk lampje is 3 volt, oké. Dan moet je dus even kijken, 14 min 3 min 3 is deze 8 volt. Ja, oké. Bepaal dan de weerstandswaarde van R. Nou, dan gaat hij dan de parallelschakeling van de lampjes aan de serie. Het is toch geen parallelschakeling, dat begrijp ik niet goed, maar goed. De spanning over de... Wacht, ze hebben de verkeerde opgave zeker? Nee. De parallelschakeling van de lampjes aan de serie met de weerstand, de spanning over is dan 10, min 4,5. Volgens mij is hier even iets misgegaan met het voorschrift. Zelf even gecorrigeerd, volgens mij... Noemt, de spanning van de bron is 14 volt, lampje van spanning is 3 volt, dus dit is 3 volt en dit is 3 volt, blijft voor deze dus 8 volt over. Ja, 14 min 3 min 3 is 8 volt. Wat is de spanning? De spanning over het lampje is 3 volt en je kan hier aflezen dat als de spanning 3 volt over een lampje staat, dat dan de stroomsterkte daar 0,35 ampère is. En dat is een serieschakeling, dus de stroomsterkte is overal 0,35 ampère. Nou, dan kan ik uitrekenen dus wat de weerstand van deze weerstand is in ohmen, want ik weet de spanning en ik weet de stroomsterkte. De weerstand van de weerstand is de spanning van de weerstand gedeeld door de stroomsterkte van de weerstand, is dus 8,0 volt gedeeld door 0,35 is 23 ohm. Volgens mij is het zo goed. En wat er net stond, dus niet. Oké, een gijzer is een warmtewaterinstallatie waarin koud leidingwater wordt opgewarmd. Anneke meet de temperatuur van het uitstromende warme water. Deze temperatuur hangt T, hangt af van de hoeveelheid water U die per minuut uit de warme water aanstroomt. Ja, als je meer water tegelijkertijd, dan krijg je het niet zo warm natuurlijk. De energie is beperkt. In figuur 7 is het verband tussen de temperatuur en de hoeveelheid water weergegeven. Hier is het hoeveelheid water per minuut, hier is de temperatuur, oké. Anneke laat nu in 5 minuten 36 liter verwarmd water uit de kraan stromen. De temperatuur van dit warme water bij 43 graden Celsius hoger te zijn dan die van het koude leidingwater.
bepaalde temperatuur van het koude leidingwater geeft uitkomst twee significante cijfers. Oké, ik vind hier de hoeveelheid water per minuut. Die kan ik bepalen, want ik weet dat er 36 liter in 5 minuten uitkomt. Dus per minuut is dat dan 36 gedeeld door 5. Dat gebeurt hier. Dus 7,2 liter per minuut. Oké, dan kan ik hier dus opzoeken. 7,2 liter per minuut. Kan ik de temperatuur vinden die erbij hoort. Dan lees ik hier af. Die blijkt 54 graden te zijn. De temperatuur die erin... het koude leidingwater... was dan 11 graden, hè, want hij is 43 graden Celsius toegenomen in temperatuur. En hij is aan het eind dus 54, dus dan kwam hij van 11. 54 min 53 is 11, dat klopt precies. Nou, bereken het vermogen dat het water in deze warmteinstallatie heeft opgenomen. Oké, dat doe je met Q is C maal M maal delta T. M die weet je niet, maar je weet wel de dichtheid van water. Die kun je opzoeken in de BINAS. Dat zal tabel 11 zijn of zo. Daar zitten al die vloeistofgegevens. Ja, tabel 11. 9,9982 × 10³ kilogram. Maal het volume. Dat is 36 × 10³. Dat is liter. 36 liter. 36 × 10³. Oké, is dat met elkaar vermenigvuldigd? Is dat dus 36 kilogram? Bijna. 35,94. Oké, de soortelijke warmte van water kun je opzoeken in de BINAS. In dezelfde tabel, 4,18 × 10³ joule per kilogram per Kelvin. Oké, de temperatuurstijging die hadden we al bepaald, die was 43 graden Celsius. Oké, dan hebben ze dus alle drie, C hebben we dan, en we hebben dan delta T hebben we dan. Hier worden ze ingevuld, Q is C, hebben we opgezocht, dat is deze. Maal de massa, hebben we uitgerekend, dat is die. Maal temperatuurverschil, dat is deze. Als je dat met elkaar uitrekent, dan komt er dus uit. Kijk, was dat 6,4 × 10⁻⁶ joule. Het vermogen is hoeveelheid energie per tijd. En het is, tijd is 5 minuten, oftewel 300 seconden. Dus deze hoeveelheid joule gedeeld door de tijd geeft het vermogen. Nou, hier zit 2,2 × 10⁴ watt. Oké, dat was hem. Dank je voor het kijken. En ik tot de volgende keer.